Our next speaker is Ton Knipscheer. Het kan in het Nederlands, hè? Ik zou zeggen dat jij een soort verpakkings-DNA hebt. Dus ja, klopt toch? Vanuit vroeger. Ja, je bent erin opgegroeid. Ouders zaten in verpakkingen. Je hebt heel veel diverse rollen gehad. Van co-packing tot Pringles. Ja, ik ben letterlijk opgegroeid tussen de verpakkingen en de verpakkingsmachines. Dus mijn eerste baan was uiteraard dus niet in de verpakkingen. Ik wilde wat anders doen. Maar na zoveel jaar was de roep naar verpakkingen toch wel weer leuk. En heb ik er toch weer uiteindelijk in begonnen. Dus, Oké, leuk. En je werkt als zelfstandige in de verpakkingsindustrie. Onder andere een paar start-ups zag ik. Ja, en je werkt bij Watron. Ja, Watron is een start-up, inmiddels een scale-up. Ja. 7 jaar geleden begonnen in Dresden. Mm-hmm. En hebben digitaal sealen bedacht. Okay. En het voordeel van digitaal sealen is dat het eigenlijk zo logisch is dat iedereen zegt van waarom zijn we daar niet eerder op gekomen. Daar ga ik later wat over vertellen. Daar vandaag over vertellen. Ja, dat is... En dan hoe deze techniek ons kan helpen bij onze duurzaamheidsstellingen te behalen. Goed, dankjewel. Hey, dank je. Zo, ik ga even hier staan, dan kan ik het scherm ook zien. Hoe kan digitaal sealen helpen met de duurzaamheidsdoelstellingen? Ik wil het ook kort even hebben over de huidige uitdagingen die er zijn. De verwachtingen van retail, consumer en uiteraard ook de autoriteiten. Laten we vooral de autoriteiten niet vergeten. Worden heel belangrijk in deze discussie. En dan erbij, er is geen eenvoudige en ook geen enkele oplossing. Er zijn meerdere oplossingen, maar we moeten ergens starten voordat de industrie ons dat, voordat de autoriteiten ons dat gaan vertellen. Kort even over mezelf. Marieke heeft er wat verteld. Ik loop al langer dan ik wens te herinneren in de verpakkingsindustrie rond. Ik heb was verantwoordelijk geweest voor de Pringles-verpakking, dus de verpakking die binnenkort niet meer mag. Ik ben een boardmember van de ECPA, de European Co-Packing Association, ook aanwezig op de beurs. Ik ben een jurylid van de NL Packaging Awards en ik ben een actief lid van de VNV. We hebben gisteren een mooie bijeenkomst gehad. En het is een mooie om daar zoveel verpakkingsmensen daarop rond te zien lopen. Watron is een kleine firma, voortgekomen uit de Technische Universiteit Dresden en het Fraunhofer Instituut. Inmiddels 80 collega's. Het product is in Duitsland gemaakt. We hebben een kantoor in Amerika waar we produceren, tenminste waar we leveren voor de Amerikaanse markt. En je kunt ons volgen op LinkedIn, YouTube uiteraard. We hebben een podcast, Packolution. Ik zie een aantal deelnemers hier zitten die we al gesproken hebben voor de podcast. Erg leuk om met de mensen te spreken over de reis waar de verpakkingswereld heen gaat. En op de aankomende Interpak zijn we ook aanwezig. Hebben we ook modules staan waar we live shows kunnen doen, live demo's. En we zijn bij een aantal machinebouwers onderweg om daar het product binnen te zetten. Even over de huidige uitdagingen waar we allemaal voor staan als verpakkingsindustrie. En dit is makkelijk, want dit zijn allemaal verpakkingsnerds over het algemeen. Anders zit je hier niet op een donderdagmiddag. En we weten allemaal dat we momenteel in een perfect storm zitten. We hebben een instabiele situatie met energieprijzen, met kosten van verpakkingen. We hebben een record inflatie. We hebben de hele situatie die nu ontstaat met de Green Deal versus de IRA in Amerika. Waar 370 miljard dollar wordt gestopt in het groen maken van de markt. Waar je natuurlijk ook van kan zeggen of dat nog concurrentie terecht is. En we hebben het te maken met een heel debat over verpakkingen die gebaseerd is met name op emoties en minder op de feiten. We hadden het daar gisteren in de kickstart meeting met de VNV, met de LCA-deskundige van TNO ook over. Laten we alsjeblieft teruggaan naar de feiten en niet meer zo op de emoties zitten. En wat ook belangrijk wordt is CO2 wordt een nieuw betaalmiddel in de toekomst. Nou, we hebben een sterke groei van flexibele verpakkingen zoals we zien. Positieve is dat de logistiek en de efficiëntie ten opzichte van de rigids en dan met name zeg maar de Pringles-achtige bussen natuurlijk een heel groot voordeel geeft. Eén zo'n rol zijn twee trucladingen met Pringles bussen, dus dat is natuurlijk een heel groot logistiek voordeel. Zichtbaarheid op het shelf is een mooie rechthoekige verpakking die het goed doet. Kostenefficiënt natuurlijk, absoluut. Maar er zijn ook een aantal nadelen. Het imago van een plastic flexibele verpakking. Het is plastic. Dat is ongeveer de dark side tegenwoordig.
De recyclinginfrastructuur, die is er nog niet. Nog niet voldoende. En er zijn nog steeds te veel laminaten. Waardoor de consument het soms niet meer weet. De consument weet niet meer of hij het in die bak moet gooien of in die bak moet gooien. En als je verhuist van gemeente naar gemeente, dan ben je helemaal aan de beurt. Dan moet je het weer wel voorscheiden, dan moet je het weer nascheiden. Dus de consument is een beetje de weg kwijt vaak. En er zijn wat gamechangers die waar we allemaal als verpakkingsindustrie mee te maken gaan krijgen. Ellen MacArthur Foundation vorig jaar in de OIWIT, stop het gebruik van flexibele kunststof verpakkingen. Het probleem van de NGO's is dat ze, of voor ons dan, is dat ze het oor hebben van de authorities. De autoriteiten luisteren naar de NGO's. En niet zozeer naar de feiten, want de NGO's hebben het grote voordeel. En iedereen kent deze dame. En dit is ook zo'n mooie discussie, Ocean Plastics. Ik hoorde het gisteren ook weer voorbij komen ergens. 85% van Ocean Plastics is fishery related. Heeft niks met verpakkingen te maken. Natuurlijk is 15% is ook nog wat anders. Kunnen er ook verpakkingen bij zitten, waarbij we ons ook de vraag moeten stellen of die allemaal wel uit Europa komen. Maar goed, dat is weer een andere discussie. En op het KEDV-jubileum van eind januari heb ik mogen luisteren ook naar wat Diederik Samson te zeggen heeft, als een representant van Brussels, over de Europese Green Deal. Het is nog steeds te goedkoop om niet duurzaam te produceren. De supply chain is zo gecompliceerd en zo lang, die moeten we niet aan de industrie overlaten. Brussel gaat ingrijpen. De EU gaat zich bemoeien op een irritant niveau, was letterlijk de quote die hij gebruikte, omdat de industrie het niet doet. Dat is een uitdaging aan ons zoals we hier zitten als verpakkingsnerds. En ik moet eerlijk zeggen ook dat de plasticsindustrie heeft veel te lang op zijn handen gezeten, veel te lang laten gebeuren wat er gebeurd is, onder het motto van wij zijn onmisbaar, mensen kunnen niet zonder plastics, mensen kunnen niet zonder kunststoffen, laminaten zijn goed voor de wereld. Heeft absoluut zijn voordelen. Heeft de papierindustrie veel slimmer gedaan. De papierindustrie heeft de consumenten het idee gegeven, als je papier hebt, dan is het een boom. Dan is het goed. Ze vergeten dat papier duurder is om te maken, qua energie, qua waterverbruik, en dat het ook niet zo duurzaam is als dat ze zeggen. Wat gisteren Ulfart ook zei in de bespreking, karton en papier zijn niet duurzaam in die zin dat het waterdicht is. Het bestaat niet. Dat is onzin. Goed, hebben we realistische verwachtingen met z'n allen van de verpakking? Moeten we een fit-for-purpose verpakking hebben? Zijn de shelf lives waar we mee bezig zijn, zijn die nog steeds noodzakelijk zoals we die 50 jaar geleden hadden? Moet die nog steeds nu gelden? Moet het nog steeds 18 maanden shelf life hebben? Of kan het inmiddels 3 maanden shelf life hebben? Dan moeten we ook natuurlijk denken met z'n allen aan food safety. 30% van de voedingsmiddelen gaat nog steeds verloren. En dat is nog echt absoluut een schande in deze tijd, waar er nog steeds mensen honger hebben. En we hebben het ook gehad over recycling. Harold had het daar kort al over. Is het recycling of is het downcycling? Het gaat erom dat het hergebruikt wordt. En als je zegt inderdaad food safety, mag je het niet gebruiken van EFSA in de food chain opnieuw. En dan maken we er een dashboard van. Dat kan ook. Dat verliest het geen waarde door. Verpakkingen heeft niet de grootste impact, maar het is wel het meest zichtbare. En dit is een slide die ik van Maarten Balen heb geleend van de Universiteit Gent. Ik vind het heel sterk. 100% van de energie van een product, daarvan is 6,5% maar onderdeel voor de primary verpakking. Als je kijkt dat het koken en het opslaan in je koelkast meer energie verbruikt als de primary verpakking. Maar de verpakking is het zichtbare. Verpakking krijgt de schuld. Verpakking zit in het verdomhoekje wat dat betreft. Want dat eindigt ergens in een landfill of langs in de greppel. Wat ik net al zei, is er een eenvoudige oplossing? Is er een enkele oplossing? Nee, die is er niet. Er zijn er meerdere. Fit for purpose packaging, LCA-basis gebruiken, feiten, design for recycling, ook wat Harold al zei. Monomaterialen, heel belangrijk, die zijn er, laten we ze verder gaan ontwikkelen. En optimaliseer de processen. En dat kan, en dan kom ik aan boord, allemaal met digitaal sealen. Digitaal sealen kun je dus zien als voor bags en pouches. Je kunt het gebruiken voor cup sealing, voor yoghurtbekertjes en voor andere bekertjes. En je kunt het gebruiken voor spouts, spouderpouches en allerlei andere applicaties. Gaan we even vergelijken klassiek versus digitaal sealen. Er zijn 3 belangrijkste sealparameters voor digitaal voor sealen. Temperatuur, tijd en druk.
Zoals Harald al zei, je kunt twee materialen tegen elkaar aanzetten. En Veronique zei het ook, je kunt twee materialen tegen elkaar aanzetten. En dan zoek je het optimale smeltpunt om te gebruiken. Temperatuur is eigenlijk de meest belangrijke, want je kunt twee materialen tegen elkaar aandrukken. 3 dagen lang met 5 ton druk gebeurt er niks. Behalve als je de temperatuur aanzet, dan gaat er pas wat gebeuren. En het grappige is dat met het huidige sealen eigenlijk je de temperatuur niet zo goed kunt controleren. Je zet hem aan of je zet hem uit. En je hebt ongeveer het idee, het is ongeveer op die temperatuur. Is het niet altijd in de werkelijkheid. En met de monomaterialen, met de nieuwe seal windows daarin, de sealvensters, wordt dat heel lastig. Met de laminaten, daar is de hele industrie aan gewend. Iedereen heeft daarmee leren werken, gaat het prima. Maar met de monomaterialen, met de recycled materialen, wordt dat echt een uitdaging. Een klassieke sealbar is een stuk metaal, meestal aluminium. Er gaat 1 hitte-element in, er zit 1 sensor in. Als je op de display kijkt, staat er 160 graden. En als je een thermocamera erop zet en er zit hier iemand met wie we dat ook getest hebben, dan gaat dat van 150 tot 165 graden. Temperatuurverschillen van 10, 15 graden zijn geen enkele uitzondering. Standaard, iedereen accepteert het, want zo is het. En die pijp, 1 sensor, dus geen nauwkeurige temperatuurcontrole. Nogmaals, met de materialen zoals we die altijd gebruikt hebben, de laminaten, is dat geen probleem. Op het moment dat je nu naar de nieuwe materialen gaat verwerken, dan wordt het echt een uitdaging. Daardoor heb je dus een oncontroleerbare hitteverloop, temperatuurverloop, waardoor je bijvoorbeeld bij de poutjes echt lekke poutjes kunt krijgen. Dit zijn praktijkvoorbeelden van klanten van ons waar we hebben geretrofit. Nou, digitaal sealen. Dit is het, ik zal het daar aan iedereen even laten zien. Dat zijn 5 bij 5 mm pixeltjes. Die verwarmen we alleen aan de bovenkant. We hebben een complete temperatuurcontrole. We garanderen de temperatuur 1 graad plus min. We sparen daarmee ook enorm veel energie. Want als je bij een klassieke sealbal krijgt, ben je continu dat hele stuk metaal aan het verwarmen. Moet je continu op temperatuur houden. Hier alleen de pixeltjes van de millimeter dik en 5 bij 5 mm groot. Daardoor kun je recyclebare monomaterialen verwerken. Je kunt ook recycled materiaal verwerken. En dit is een korte animatie hoe dit loopt. Onderin zit de elektronica. Daarboven liggen de pixeltjes. Allemaal individueel stuurbaar en controleerbaar. Wordt 100 keer per seconde nagemeten en voorzien van energie. Hier hebben we een kleine animatie gemaakt hoe dat in een pouch applicatie werkt. Het podium is wat klein, dat ik niet ineens afflikker. Iedere keer als we de seal maken, zorgen we ervoor dat die temperatuur, dat de energie weer inkomt en dat die temperatuur vasthoudt. We garanderen die temperatuur, absoluut. Je ziet hier ook dat we enkel de pixels aanzetten die we nodig hebben. Dus we vormen niet die hele sealbak. Dus als je kleinere formaten gaat draaien, kun je die makkelijk meedraaien. En dit zullen mensen die regelmatig flexibele verpakkingen verwerken herkennen. Je hebt het 4-lagen bereik en je hebt het 2-lagen bereik. In het 2-lagen bereik ben je eigenlijk al dicht. In het 4-lagen bereik moet je doorgaan. Oh. Temperatuurprofiel maken. Aangezien we ieder pixeltje individueel kunnen sturen en kunnen controleren, kunnen we dus een temperatuurprofiel maken. Waardoor je op de side seal, op de gussets en op de fin seal, op de achterkant, kun je dus een hogere temperatuur zetten om daarmee je snelheid te optimaliseren. Je kunt dat bijvoorbeeld bij een pillowback doen, je kunt het ook bij een gusset bag doen. Sorry voor alle Engelse begrippen, maar dat is in Nederland denk ik niet zo heel erg probleem. Je kunt dus een lokale temperatuurcontrole doen om je sealproces te optimaliseren. Datzelfde geldt voor het aanpassen van de pouch. Als je een kleine pouch draait, zet je gewoon de pixels aan die je nodig hebt en de rest van de pixels hoef je niet aan te zetten. Daardoor bespaar je niet alleen energie, maar je zorgt er ook voor dat je geen build-up krijgt van opbouw van polymeren die aan de zijkant zitten, die de pouch kunnen gaan beschadigen in het proces. En bij een grote pouch zet je eenvoudig wat meer pixels aan. Dit is een retrofit die wij gedaan hebben bij een grote klant, een voedingsmiddelenproducent in Zwitserland, in het pouch lab wat ze daar hebben. Daar staan een Rovema-machine, daar hebben we een narusting gedaan, een sealbar aangebracht in een VFFS. En je ziet, dit waren sachets die zij draaiden en om dat proces te optimaliseren, hebben we het 4-lagen bereik en de triple points hebben we allemaal verschillende temperaturen gegeven. Om ervoor te zorgen dat het
dat die lagen niet meer op elkaar hoefden te wachten met de stielen. Daardoor hebben we de snelheid met 20% kunnen laten toenemen, met monomateriaal. En dat monomateriaal konden ze normaal eigenlijk niet goed verwerken, of met 30-40% snelheidsreductie. En nu hebben we ervoor gezorgd dat dit materiaal goed verwerkbaar was en zelfs met 20% snelheidstoename. We hebben voor Flowpack applicaties hebben we ook een aantal dingen gemaakt. Je ziet hier de sealroller waar de pixels achter het metaal aan de bovenkant zitten. En we hebben hier een voorwarmstation wat modulair kan meeschakelen en wat ervoor kan zorgen, afhankelijk van hoeveel product er aankomt, gaan er meer pixels aan of minder pixels aan. Dat kan dus meeschakelen. We hebben dit toegepast op bij een producent van chocoladebonbons. Het probleem bij chocolade is dat als die tegen zo'n compleet warm materiaal aankomen, zo'n warme sealbalk, dan begint dat te smelten als het even stopt. En dan moet de lijn gestopt worden, moet de lijn schoongemaakt worden. En aangezien we hier precies alleen aan de bovenkant van de seal verwarmen, is er geen schade aan het product en kan het product gewoon door blijven lopen. Deze installatie loopt al 4 jaar bij Niederegger in Duitsland, in Lübeck. En is daar erg succesvol voor hun applicaties. Dit is ook, zou ook een voorverwarmstation voor dikke film kunnen zijn als je dat nodig hebt. Dan hebben we nog even gekeken, want aangezien wij natuurlijk alleen maar de bovenkant verwarmen en niet dat hele stuk metaal, hebben we dus ook een enorme invloed op energieverbruik. We hebben een Bosch machine aan de TU Dresden hebben we gezet met een energie-input van 10 Kelvin. We hebben 80 cycles per minuut gedraaid, sealtime 400 milliseconden. Dit was het materiaal van Constantia wat we verwerkt hebben. Sealtemperatuur vrij laag gehouden, 130 graden. Waar een normale sealbalk voor die applicatie 240 seconden nodig had om op temperatuur te komen, was onze seal surface was gereed in 12 seconden. En het energieverbruik zie je dat bij normale sealbalken die fluctueren, die schieten elke keer omhoog en omlaag. In de startfase besparen we echt duizenden procenten, omdat die 240 seconden die je staat voor te verwarmen, komt er geen productie uit. En bij een digitaal sealproces kun je na 12 seconden al produceren. En daarnaast, als je doorloopt in de productie, bespaar je door het gebrek aan massa, bespaar je ook 50% energie in je sealen. Je ziet dat hier in deze graph nog eens uitgewerkt. Die 240 seconden dat je aan het voorverwarmen bent, krijg je niks terug. Je staat alleen maar energie te verstoken. En dat is natuurlijk significant. En dat gaat met het energieverbruik bij het proces zelf ook door. Oh, even verkeerd. Dit is een kleine animatie die je nu zou moeten starten. Ja. Over een spouted pouch, waar wij voor een klant een retrofit hebben gedaan die monomateriaal spouted pouches op de markt heeft gebracht. We kunnen hier al die pixeltjes individueel aanpassen. De vorm van de spout is ook aanpasbaar, dus dat is het probleem ook niet. Tegenwoordig heb je veel van die materialen waar de spout in de hoek zit, kan ook aangepast worden. En zoals je zult begrijpen, die spout vraagt heel veel energie om voor te verwarmen. En vaak match je die niet met de films die je erop verwerkt. En nogmaals, met de laminaat is het geen probleem. Op het moment dat je gaat werken met monomaterialen wordt dat echt een uitdaging. En dan krijg je dus van die situaties dat die aan de zijkant al verbrand is en dan rondom de spuit nog niet dicht. Dan kan die schroefdraai ertussen. Bij de spuit kunnen we dus meer energie erin steken om ervoor te zorgen dat daar meer verwarmd wordt. We kunnen ook de temperatuur zelfs nog aanpassen. Dat hebben we bij een klant gedaan, daar laat ik zo een voorbeeld van zien. Dit is even belangrijk, dat komt ook op een stukje leak detectie, in-line leak detectie. Aangezien wij precies weten hoeveel energie er nodig is om een pixel op de sealtemperatuur te krijgen, weten we ook dat als er meer energie gebruikt is om die pixel op die temperatuur te krijgen, dat er een contaminatie ingezeten moet hebben. Dus we weten dus op dat moment, in deze situatie heeft er iets tussen gezeten, dus daardoor moeten we die uitselecteren. Dit is een retrofit die we gedaan hebben bij de firma Materne in Frankrijk. Waar ze van die, je ziet ze ook in de Nederlandse supermarkt wel, van die appelmoesjes in een spouted pouch hebben. Voor een kleine single portie voor de consumenten. En die hadden de uitdaging dat ze als firma hadden besloten om naar monomateriaal over te gaan. Dat is natuurlijk vrij veel
belasting voor de natuur brengen met die laminaten. Maar kregen het op de huidige machines niet verwerkt. En wij hebben ervoor gezorgd dat we de retrofits gedraaid hebben. Ze konden de monomaterialen wel verwerken op de machines, maar dan moesten ze 40% in output terug. Nou, dat komt niet uit. En wij hebben ervoor gezorgd dat ze dit kunnen draaien. Ze draaien nu monomaterialen, ze draaien op 110% snelheid van de laminaten. Omdat we dus de temperatuur, we hebben geen secties meer die op elkaar hoeven te verwachten. Een kleine samenvatting. We verwarmen alleen de bovenkant, alleen deze kleine pixeltjes van 5 bij 5 mm. Je bespaart daarmee procestijd, je bespaart energie. Je kunt de monomaterialen mee verwerken en de recyclebare materialen mee verwerken. En het is narustbaar, retrofittable. Dus je hoeft geen nieuwe machine te kopen. We kunnen de sealbar veranderen, zetten die andere in. We zijn erkend en herkend in ons vakgebied door de verpakkingscollega's. We hebben in 2021 de Packaging Award Sustainable Packaging gewonnen van de Packaging Europe. Afgelopen jaar de World Packaging Award van de WPO. Heel erg mooi om te hebben. En het wordt gezien. Nog even wat key takeaways erin. Er is geen enkele oplossing. Laten we oppassen met greenwashing. Dat weten we allemaal. Want dat wordt zelfs binnenkort echt problematisch. Er is een groeiende druk vanuit de NGO's op de autoriteiten en op de consumenten. Het wordt een emotionele discussie versus een factuele discussie. Wij horen al vanuit Duitsland dat diverse retailers zeggen van als je niet overgaat naar duurzaam, dan word je aan het einde van het jaar ben je uitgeleverd. En daarmee heb je natuurlijk de kans als producent, als merkenproducent, dat je gewoon overbodig wordt. Zijn er vragen die ik kan beantwoorden? Nou, dankjewel Tom. Zijn er vragen uit het publiek? Nee? Roland. Dank Tom voor de mooie presentatie. Wat je niet als KPI of als resultaat hebt opgenomen is, heb je vergelijkingen gemaakt tussen het aantal lekkages voor en na toepassing van jullie systeem? Wij zijn nu bezig om het lekken van het systeem, wat ik net liet zien met die spouwde pouch, om dat verder uit te rollen. Ook met AI zijn we dat verder aan het ontwikkelen. We dachten eigenlijk al dat we daar sneller mee de markt op zouden kunnen, maar dat aangezien het aantal software mensen ook in Duitsland vrij schaars is, lopen we daar wel eens tegen wat vertragingen op. We zijn dat bezig om dat uit te gaan rollen. We gaan op de aankomende Interpak gaan we met een machinebouwer glazen potjes gaan we een dekseltje opzielen voor een cosmetica product waar dan een klein beetje product tussen gedaan wordt en dan gaan we elke keer laten zien, oh daar zit de contaminatie, daar zit de contaminatie. Of ook een misplaatst deksel kunnen we dus meten, want dan hebben we minder energie nodig om die seal te maken. Maar dan gaan we dus ook die data vergelijken, maar de eerste testen die we ermee gedaan hebben, dat zou nu te ver gaan om dat hierin te laten zien, is dat we echt testen eruit kunnen halen, waardoor je als er een recall komt van een product, je hebt een lekkage, Lidl belt op naar de producent, er is een lekkage, je moet het product terugnemen. Dan krijg je de hele batch van die hele week teruggestuurd. Nu kun je dus teruggaan omdat wij die data van de sealen opslaan in de cloud of on-premise op de site. Kunnen we die data controleren en zeggen, oh, het was lijn 5 om 5 uur vanochtend, is er een lek geweest. Operator heeft niet opgelet, heeft het niet uitgesorteerd en dan kunnen we dat terugbrengen. Dus daarmee ga je je recallkosten ook reduceren. Maar we zijn dus bezig met die data verder uit te gaan waarderen. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor de presentatie. Frank Verleven van VGK's. Ik ben benieuwd, is het ook toepasbaar op deep track machines? Sterker nog, zo zijn we ooit begonnen op deep track machines. En we zijn met een grote machineproducent in Duitsland voor vlees bezig geweest. En daar hebben we, in plaats van dat ze dan zo groot zijn, maken we modules, pixeltjes, waar we grote dieptrekplaten van kunnen maken. En dat zijn hele dure installaties. En de vleesverwerkers in Duitsland hebben een ROI van 9 maanden. Want je bespaart dus daarmee niet alleen heel veel energie, maar je kunt ook je materiaal tot 50% reduceren. Omdat je je vorming
van je materiaal beter weg kunt trekken. Ik vergelijk het altijd met de kauwgombel. Als je een kauwgombel uitblaast, hoe verder die komt, hoe dunner die wordt. Wij garanderen dus daarmee dat je dus in de diepte veel minder verwerking hebt. Veel minder vertrekking. Dus die oplossing is ook al licht op de plank. Die is er. Maar aangezien we het hier over stielen hadden, wilde ik dat er even uitlaten. Oké, dankjewel. Ton, ik heb zelf nog even één vraag aan jou. Mm-hmm. Je hebt een seal bar normaal gesproken. Wat je zei, hè? Een lomp metaal of een stuk metaal. En nu heb je allemaal pixels. Hoe kwetsbaar is jullie product in de praktijk? Dat is een goede vraag. Natuurlijk is het kwetsbaar, want het is keramisch. Het is het meest kwetsbare eigenlijk qua temperatuur. Dus vandaar dat wij het onder de pixels... De pixels worden afgedekt door een U-profiel hardmetaal, wat we ervoor overheen hebben gelegd om te zorgen dat die de druk kan weer hebben. Mm-hmm. Wat we daarbij merken is dat we maar vaak de helft van de druk nodig hebben. Omdat we de temperatuur optimaal garanderen, hebben we veel minder druk nodig. Want normaal compenseer je met druk wat je met temperatuurcontrole niet van elkaar krijgt. En dat kunnen wij dus wel compenseren. Daardoor kan de druk met de helft gereduceerd worden vaak. Maar goed, het moet beschermd worden. Dus dat hebben we met die variatie eromheen. Dan zit er isolatiemateriaal onder en daaronder zit de elektronica. En die mag niet warm worden dan 85 graden. Want dan is het, zoals de Duitsers zeggen, feierabend. Dan stopt het. Dus daarom zit de materiaal tussen. Dat is dus de bescherming. Maar we kunnen ze met lucht en met water ook koelen. Oké, dat zou ook iets kunnen zijn voor easy opening. Ja. Dat zijn we met een yoghurtbeker applicatie bezig. Zoals ik gezegd had, ik kom zelf uit de Pringles verpakking. Die je dus heel strak moet opentrekken. Maar dat is omdat de doelgroep rond de 25 is. Je kunt je voorstellen dat er bepaalde producten zijn, dieetproducten, yoghurtproducten, waarin de consumenten niet zo sterk zijn, die wat ouder zijn, wat zwakker zijn, en die moeten dat easy opening open kunnen trekken. En dan kun je rondom de easy opening kun je een wat lagere temperatuur maken, waardoor je kunt zorgen dat die wat makkelijker open gaat. En dan zou je aan het einde de temperatuur zo vast kunnen maken dat het deksel aan de verpakking vast blijft zitten. Oké, helder. Andere vragen nog? Nee. Nou, dankjewel, Tom. Graag gedaan.